Hallo allemaal, welkom op onze YouTube-kanaal waar u alles kunt vinden over permanente make-up. Hallo allemaal, dit is de rubriek Vragen en Antwoorden over permanente make-up. Nou, vandaag wil ik voor jullie vertellen wat is het verschil tussen de technieken in de wenkbrauwen. Nou, wij hebben in deze video wil ik wel vertellen het verschil over de schaduw bij de wenkbrauw. Wij hebben voornamelijk een drie verschillende schaduwgradatie die wij toepassen bij onze salon en die ik leer ook wel mijn studenten in onze academie. Nou, welke zijn de technieken? Er zijn wel drie. Eentje is een natural pixels en dat, die naam zegt het ook al van zichzelf, dat het voor creëren zeer natuurlijke wenkbrauwen. Dat betekent ook dat je wenkbrauwen zijn met techniek gedaan zonder begrenzingen. Dus het begint van niks, de eindigt in niks. Dus het is wel een zeer natuurlijke techniek die eigenlijk wel past heel mooi bij wat oudere dames, bij sportieve types, mensen die niet graag sowieso make-up dragen. Dus dit is de perfecte techniek daarvoor. Nou, de volgende techniek, dat is een 3D ombre. Wat is 3D ombre? Nou, 3D betekent dat het driedimensioneel is. Hè? Dus wij gaan het sowieso creëren dat het wel van donkere kleur en tint naar de licht uitloopt. Dat kunnen wij wel ook wel maken. Bijvoorbeeld onderkant van de wenkbrauw wordt het dan wat donkerder. En dan naar boven wordt het wel vervaagd. Of je kan het ook wel 3D ombre maken wanneer je wat strakkere wenkbrauw doet. En de voorkant is sowieso wat lichter wordt. Hoe dan ook, en de eerste natural pixels en de 3D ombre is de beste wanneer die voorkant is ietsje luchtiger. Waarom is dat wel beste? Dat geeft ook wel heel erg natuurlijke uitstraling. Anders krijg je wel heel erg somber en zware blik als je maakt de voorkant donker. Nou, de derde techniek van ons, die heet intensive powder. Nou, intensive powder, dat zegt het ook wel een naam van zichzelf. Dat is wel wat meer geïntensificeerde, dus meer kleur ingekleurde wenkbrauw. Nou, deze techniek past voor jonge dames die wat fashion wenkbrauwen willen hebben. Die je graag met de donkere wenkbrauwen toch wel door de leven heen lopen. En ze willen ook wel met die donkere wenkbrauwen wakker worden. Omdat wij moeten niet vergeten, één ding, permanente make-up. Eigenlijk, dit is geen vervaging van de make-up zelf, normale make-up. Maar dit is een basis om make-up te gaan doen. Maar sommige mensen kiezen toch wel, ze willen wel 's ochtends wakker worden en ze willen gewoon een wat donkere wenkbrauw hebben. Dus dan is de keuze van intensive powder ook wel de beste keuze zou zijn. Maar toch, als je niet durft permanente make-up te doen, je kan altijd een stapsgewijs doen. Bij de eerste behandeling, hoe verloopt sowieso de behandeling? Eerste uur plannen we altijd om de beste vorm te gaan vinden. Ik ben degene, ik hou niet van mappings. Hè? U kunt het nu in de beeld zien wat de mapping betekent. Daar kies ik wel niet voor. Waarom? Omdat onze gezicht is nooit symmetrisch. Wij hebben absoluut geen symmetrische kanten. En als je door midden van de wenkbrauw heel erg veel symmetrie wilt bereiken, of zo met zo'n mapping, dan krijg je onnatuurlijke ook wel look. Dan kan je helemaal geen balansen vinden. Dus de eerste uur, wat ik doe, ik zoek altijd wel de best passende wenkbrauw. Wij tekenen verschillende wenkbrauwen. Wij kijken ook wel wat je doet met je gezicht, wat je doet met je blik. Soms maak ik ook wel foto's van verschillende kanten. Vraag ik ook wel dat de klant naar de raam toe gaat. Dat hij kan zichzelf zien in de gewone daglicht. Dus het maakt wel altijd wel heel veel inspiratie van wat het beste passende wenkbrauw voor u is. Hè? Nadat wij deze wenkbrauw hebben toch wel gevonden symmetrie, dat we denken, ja, of u denkt dan als een klant, ja, ik wil met zo'n wenkbrauw wakker worden. Dan pas begint de behandeling zelf. Dus ik ga uw wenkbrauw behandelen over de getekende al wenkbrauw heen. Dus wat we hebben getekend, dan krijgt u precies dezelfde qua vorm die wenkbrauw. Nou, de behandeling zelf daarna duurt nog 1 uur. Dus in totaal is de behandeling voor wenkbrauwen
is het 2 uur behandeling. Nou, na 2 uur, u bent helemaal klaar en heeft u een mooie prachtige wenkbrauw. Als u niet durft, gelijk met wat donkere wenkbrauw, of u weet niet, of zal het me staan of zal het niet staan. Wij kunnen altijd beginnen met een wat lichtere tint, niet zoveel pigment inbrengen in de huid. En waardoor wij ook wel kunnen de wenkbrauw gaan opbouwen. Omdat na 6 of 8 weken ligt eraan van leeftijd van u als klant. Dan wordt het wel tweede behandeling ingepland. Tweede behandeling is eigenlijk geen nabehandeling, al noemen we ze zo. Maar tweede behandeling, waarom is het nodig? Omdat als specialist, ik zie u wel eerste keer. Tuurlijk kan ik ook wel inschatten bijvoorbeeld dat het... hoe de pigment gaat, of je huid gevoelig is of niet. Maar toch, wij weten nooit. Hè? En pas bij de tweede behandeling kan ik ook wel zien. Kan ik ook wel donkere pigment pakken? Of moet ik wel hier blijven met dezelfde tint, alleen maar meer laagjes eroverheen brengen? Dus tweede behandeling is wel niet altijd noodzakelijk. Sommige mensen zijn wel ook toch wel blij met 1 behandeling. Ik adviseer het toch wel 2, maar stelt u voor dat u tevreden bent met na de eerste behandeling, dan hoeft u de tweede behandeling niet te doen. Maar bij de tweede behandeling kunnen wij alles gaan nog aanpassen. Qua kleur sowieso en misschien kleine aanpassingen voor de vorm. Dus dat waren wel 3 technieken voor de schaduwtechniek, wat u kunt ook wel kiezen. En anders kunt u ook wel nog wel... kiezen voor de haartjestechniek. Maar dat is dan ook wel meer voor specialist om te kijken of je huid daarvoor geschikt is. Omdat niet elke huid is geschikt voor de haartjestechniek. Wel voor de schaduwtechniek. Maar voor haartjestechniek, dus specialist geeft het wel advies wel zelf naar je toe. Bedankt voor het kijken. Vond u deze informatie nuttig? Vergeet ons niet liken, delen en abonneren. Stelt u voor dat u nog vragen heeft, kunt u met ons altijd contact opnemen. Onze gegevens staan hieronder in de beschrijving.